juf, fijne vakantie. Janna zwaait naar de juf en daarna naar haar vriendinnetjes. Ze schokt het schoolplein over naar mama. In haar ene hand heeft ze een grote tas vol met schoolwerkjes en in haar andere hand draagt ze haar gymtas. Alle spullen mogen mee naar huis, want het is vakantie. Mama wijst naar de grote tas. Zal ik die maar even voor je dragen, Janna? Je lijkt wel een pak ezel. Ze lacht naar Janna. Met een diepe zucht geeft Janna de tas aan mama. Pff, zwaar hoor, zegt ze. Ze veegt een druppel zweet van haar voorhoofd. De zon schijnt fel op het hoofd van Janna. Ze knippert met haar ogen tegen de zon in en zegt dan: Moet je kijken hoe hard ik gewerkt heb? Ze wijst naar de grote tas en draait zich om, zodat mama ook nog de rugtas kan zien. Nou, nou, jij hebt wel vakantie verdiend, zegt mama lachend. Eens kijken of we Bram en Saar ook al aan zien komen. Precies op dat moment ploft er nog een grote tas op de grond naast Mama. Bram slipt met zijn fiets tot naast haar en springt eraf. Kun jij die mee naar huis nemen, Mam? Dan ga ik nog even een ijsje halen met de hele klas om te vieren dat we vakantie hebben. Mama schudt haar hoofd en pakt de tas van Bram. Weet je zeker dat je nog genoeg zakgeld hebt voor ijs? vraagt ze aan Bram. Tuurlijk, zegt Bram. En hij klopt met zijn hand op zijn broekzak. Ik heb nog 4 euro, dus dat moet lukken. We hebben wel ijs verdiend. Ik vind eigenlijk dat ik ook wel ijs heb verdiend, zegt Janna. Mama knikt. Dat vind ik ook. Volgens mij liggen er nog genoeg ijsjes in de vriezer, dus laten wij onszelf ook maar tracteren. Yes, roept Janna. En dan zien ze Saar aankomen. Janna zwaait en roept: Saar, hier zijn we. Kom snel! We mogen een ijsje omdat het vakantie is. Even later zitten Saar en Janna met een ijsje in de tuin. Wanneer gaan wij op vakantie, Saar? vraagt Janna. Ze likte aan haar ijsje en spettert met haar voeten in het opblaaszwembadje. Ze zitten allebei in een tuinstoel die tegen het badje staat, zodat ze hun voeten lekker in het koude water kunnen laten hangen. Morgen al, antwoordt Saar. Mama is aan het inpakken zodat we heel vroeg weg kunnen. Yes! Ik heb echt zin om naar het buitenland te gaan, zegt Janna. Ik ben nog nooit in Ameland geweest. Welke taal spreken ze daar eigenlijk? Saar schiet in de lach. Wat zeg jij nou? Ameland is helemaal geen buitenland. Dat is een eiland in Nederland. Ze spreken daar gewoon Nederlands. Janna kijkt een beetje verbaasd. Gaan we niet naar het buitenland? Ik dacht dat Ameland een land was. Amen-land. Een land waar ze heel veel bidden en telkens Amen zeggen. Nu moet Saar nog harder lachen. Nee, joh, gekkie. Ameland is een eiland, net zoals Texel en Terschelling. En we gaan met de boot. Gaaf met de boot, zegt Janna. Dan voelt het wel een beetje als buitenland. Ja, dat vind ik ook, zegt Saar. We zijn nog nooit met de boot op vakantie geweest, dus dit wordt de eerste keer. Ook mama komt in de tuin zitten met een ijsje. Zo, zegt ze met een diepe zucht. Ze zet ook een stoel bij het zwembadje en trekt haar slippers uit. Goed idee van jullie, zo lekker met de voeten in het water. Ze lacht naar Saar en Janna en likt aan haar ijsje. Hoort Ameland echt bij Nederland? vraagt Janna aan mama. Ja, het is een Waddeneiland. Daar hebben we er vijf van in Nederland. Even denken hoor, welke zijn het ook alweer? Oh ja, TV-tas. Tv-tas? Saar kijkt mama vragend aan. Ja, een ezelsbruggetje om te onthouden welke Waddeneilanden er zijn. Elke letter staat voor een eiland. Er zijn vijf eilanden. Tessel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Mama telt een paar vingers mee. Het zijn allemaal kleine eilandjes die bij Nederland horen. Je kunt er met de boot komen. En wij gaan morgen met de boot naar Ameland. Nu al zin in, zegt Saar. Ik ben nog nooit met een grote boot geweest. Meestal gaan we alleen met de auto op vakantie. Ik wil ook graag met de boot, zegt Janna, of met het vliegtuig of de trein. Dat lijkt me ook leuk. Ja, je hebt zoveel verschillende vakanties, zegt mama. Met de trein naar Parijs, met het vliegtuig naar Afrika of met de caravan naar Frankrijk. Het kan allemaal. Ik wil wel met het vliegtuig naar Disney World in Amerika, zegt Janna. Ze kijkt dromerig voor zich uit. Of eerst met het vliegtuig naar Amerika, gaat Saar verder, dan met de jeep op safari in Afrika, en daarna met de boot naar een onbewoond eiland. Nou, dan mogen jullie wel hard gaan sparen of een hele grote schat vinden, zegt mama. Ze staat langzaam op en rekt zich uit. Ik ga maar weer eens verder met inpakken, anders missen we morgen de boot. En ze loopt naar binnen. Na een paar uur staat de woonkamer vol met tassen en koffers. Mama staat er met een bezweet hoofd naast en zet haar handen in haar zij. Volgens mij is dit het, zegt ze. Kleding, beddengoed, handdoeken, zwemspullen, toiletspullen, schoenen, slippers, regenjassen, petjes, zonnebrand, boeken, boodschappen. Telkens wijst ze een tas of koffer aan en streept iets af op het lijstje in haar hand. Ik neem mijn fototoestel ook mee, zegt Saar. En ze legt haar camera op een tas met boodschappen. Dan kan ik mooie foto's maken van de vakantie en een eigen fotoboek maken. Heb je mijn metaaldetector al? En de verrekijker en mijn visspullen? Vraagt Bram. Dan komt papa binnen met zijn armen vol surfspullen, hengels, emmers, scheppen, een rubberboot en Brams metaaldetector. Ik hoop maar dat het allemaal past, kreunt mama, terwijl ze naar alle spullen kijkt. Janna heeft haar handen vol knuffels. Ik heb het even gevraagd boven en deze willen allemaal mee naar Ameland, zegt ze tegen mama. Mama schudt haar hoofd. Dat gaat echt niet passen, Janna. Je mag er twee kiezen die mee mogen. De rest blijft thuis. Janna kijkt geschrokken. Maar ze willen allemaal mee. Ze zijn nog nooit op Ameland geweest. Helaas, pindakaas, er mogen er twee mee. Voor de andere knuffels maken we wel wat mooie foto's. Die kun je dan aan ze laten zien als we weer thuis zijn. Teleurgesteld kijkt Janna naar haar knuffels. Welke zal ze kiezen? Uiteindelijk kiest ze Flappy, want die ruikt zo lekker naar thuis. En Rosie, haar regenboogpaard, want die is lekker groot en zacht. En daar kan je zo heerlijk tegenaan kruipen. De andere knuffels legt ze weer terug in haar bed. Als papa haar die avond naar bed brengt, zit het Janna nog steeds een beetje dwars. Nu zijn ze allemaal jaloers op Flappy en Rosie, zegt ze tegen papa omdat die wel mee mogen op vakantie. Tja, zegt papa. Anders wordt de auto veel te vol. Dat gaat nooit passen. Maar mama neemt zelfs de tv in een tas mee, die is veel groter. De tv in een tas? Hoe kom je daar nou bij? vraagt papa. Ze had het over een tv-tas vanmiddag, legt Janna uit. Maar ze kan beter een tablet meenemen, die is veel kleiner. Papa begint te lachen. Oh, ik denk dat ik al weet over welke tv-tasje je het hebt. Maak je geen zorgen, ik zal ervoor zorgen dat mama die thuis laat. Ze zingen samen nog een liedje en dan geeft hij Janna een kus. Slaap lekker, schat. Morgen gaan we op vakantie. Verder luisteren, ga naar Storytel.com.